Hele goede dag met Rudy. We staan nu aan de Chrysantenstraat en recht voor je zie je het poortgebouw. En dan hebben we hier de kringloopwinkel en nog een sociëteit voor studenten waar ze allerlei culturele dingen doen. Bij dat houten gevaarte wat je ziet, recht voor ons, daar heeft mama ongeveer gewoond met haar kinderen. Hier hebben ze gespeeld. Dit is nou een afgebakend terrein, maar ze gaan hier woningen ook bouwen. Dus dat duurt niet meer zo lang, dan wordt dit plek ook helemaal bebouwd. Dit is ongeveer de plek waar mama ook geweest moet zijn als kind. Die stond ongetwijfeld het zandbakje hier ergens. Dus een hele beladen plek waar we nu staan. We staan hier eigenlijk bijna zowat op de plek waar mama en haar complete familie, al de zusters en Cor, hier is geweest. Dus, daar is het AI-gebouw, het filmarchief. Daar is het poortgebouw. Dus hier moet mama ongeveer ook gelopen hebben. En dit is nou één woestenij.